Gaan zal door de bocht komen. Ja, ja, van ver af aan. Van ver af aan zie ik Adrie van der Poel. Adrie van der Poel die de leiding neemt daar. Oh, komt Jan Raas op, zei de Gerry Kneteman. Gerry Kneteman. Het wordt Kneteman. Kneteman winnaar. De 71-jarige Eindhovenaar Jan Peters, omroeper in hart en nieren, stopt eind dit jaar met zijn grote passie. Hij begon als wielrenner, maar hij bleek meer met een microfoon te hebben dan met de fiets. Na bijna 40 jaar en een flink aantal grote binnenlandse wedstrijden vindt Jan het welletjes. Vind ik dat ik op een leeftijd gekomen ben dat je moet zeggen van, ik ga het een beetje rustiger aandoen, tussen aanhalingstekens, want ik zal absoluut natuurlijk het een en het ander blijven doen. Alles wat met sport te maken heeft in zijn totaliteit, vind ik gewoon leuk om te doen. Dus ja, wanneer deze of gene belt over welke sport of presentatie of wat dan ook, dan blijf ik dat gewoon doen. Maar dat zal niet meer zijn, net als nu dat ik elke week volop bezig ben. Zijn mooiste wedstrijd heeft Jan Peters in zijn eigen Eindhoven meegemaakt. In je eigen stad, toen wij die Grand Prix de la Libération hadden met duizenden, tienduizenden mensen. Ja, super geweldig. En dan krijg je een gevoel van, niet alleen ik doe iets voor de wielrennerij, maar ook voor je eigen stad Eindhoven. Er komt natuurlijk wel wat vrije tijd bij. Maar over de invulling van de extra vrije uurtjes hoeft Jan niet lang na te denken. Met mijn lieve vrouwtje daar natuurlijk. Ja, we hebben ons hondje, onze Lot. En we krijgen dus meer tijd om ergens naartoe te gaan. Maar nu was het altijd zo van, dan is het dat te doen, dan is het dat te doen. Ik ben een geweldige muziekliefhebber. Maar dat lukte bijna nooit, want dan had je of een etappewedstrijd, of een klassieker, of een criterium. En dat ging gewoon niet lukken. En ik krijg daar nu meer tijd voor, denk ik.